Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Meta Version tegen Recusio Version met Jordi van de Support Guys. Hi. Hallo. Hi. Ik ben even aan het kijken van waar de parts zijn, maar dit ding staat ook gewoon niet gesorteerd op wat heb je net gekregen, hè? Nee, we gaan het je echt niet makkelijk maken. Nee, ik merk het. Mogen ze mij gerust doen hoor, na zoveel parts. Van alles en nog wat hebben gedaan. Maar ik ben even op zoek naar de parts die ik net heb gekregen. Want ik wil even kijken van... werkt dat samen met die nieuwe ding, de nieuwe medal die ik heb gekregen of niet? Ah, Maxima. Ah, je krijgt deze. Lama. Ik weet wat het is. Dat is drie keer niks. Beetje jammer. Geef me gewoon zo'n knight ding. Ik heb letterlijk de knight medal. Wat krijg ik? Ja, geen knight. Natuurlijk niet. Nogmaals, waarom zouden we het je makkelijk maken? Hallo, dokter. Moest je tegen Koji in die arena, zeg maar? Ja. Nou, dan moet je nu inderdaad tegen die mafkees. Tegen dokter Amandel. Ja. Maak spijs van hem. Nou, ik denk meer dat het omgekeerde is, maar we zullen zien. Dat is inderdaad nog de vraag. Ik ben geen fan van die nieuwe versie van Rokusho die hij heeft. Die is fucking lelijk. Vind je? Oké. Okay. Oh. Ja, het is gewoon wat extra, extra of, bulk. En voor de rest is er niks. Nee, dat is waar. Heeft daar bij jou trouwens twee Merbys of twee Rokusho's? Twee Rokusho's. Oké, ja, bij mij ook. En dan zo'n rare zwarte bovenin. Ja. Die zwarte is de Merby, zeg maar. Ja. Kijk, daar hebben we wat aan. Even een goede 40 damage aan flow. Huppakee. Oh nee, 19. Maakt niet uit. 19 vind ik ook nog steeds prima. 2 keer 19 is dus nog bijna 40. Dat klopt. Maar bijna is niet helemaal. Ik vind die Madabie ook niet leuk. Die is ook lelijk. Hoe vet Jamie hier. Nou, ik heb niks tegen... hoe zeg je dat? Tegen Hercules, Beatles... Op zichzelf. Ik vind zelfs Mega Heracross op zich wel geinig, maar dit is wel een beetje... Too much. Beetje too much, ja. Maar ben je ondertussen al andere Metabots tegengekomen op dit punt, of meer van Ja, zelf? Tegen die ene gast die ik de hele tijd probeer te verslaan. Kut. Volgens mij verlies ik hem nou in de laatste seconde van de laatste Metabot. Ah, klopt. Of hij moet niet full damage doen. Nee, oké. Ik heb nog 9 HP over. Op de hoofd van Madaby. En ik zit op 0 seconden, dus ik denk dat ik hem win. Want hij heeft 2 Madabots dood en ik geen. Er is 1 nadeel aan Flow. Hij kan 60.000 damage doen. Mm-hmm. Maar die laatste part moet je toch zelf kapot maken. Dus stel je hebt 100 HP. Hoe bedoel je dat? Stel je hebt 100 HP. Ja. En Flow zorgt gewoon dat jij op 1 HP eindigt. Mm-hmm. Dan moet ik alsnog met, het zij een schot of wat dan ook, moet ik alsnog die laatste hit doen met, het zij een zwaard, een kanon, een pistool, maakt niet uit. Ja. Maar ik moet de laatste hit alsnog doen. Oh ja, zo. Ja, nee, dat klopt. Nou, ik heb liever niet dat het klopt, want dat maakt Flow dan weer wat minder. Mm-hmm. Ze hebben deze game ge-gen 5 voor de Gen 5 uitkwam. Dat is geen goed teken. Ik heb inderdaad gewoon liever... Hey, ik ben weer verkleed als een meisje. Waarom? Waarom is dat een ding in deze game? Kijk, Milan, als jij graag wil kleden als een meisje, prima. Well, nu ben ik opeens verkleed als een knight. Maar niet gaan shamen.
Wat deed ik shamen dan? Ja, gewoon laat. Als jij je wil kleden als een meid, kleed toch als een meid. Ja, maar dat, mijn vraag was waarom, zeg maar. Ja, maar waarom doen we heel veel dingen, ja. Dat is een hele goede vraag. Ik moet tegen Rubberobo-robo. Rubberen robot, om precies te zijn. Dat is hoe dat werkt, toch? Ja. Nou, kom op, sidebolt, huppakee. Dat is één weg, dat is twee weg. Had jij gewonnen van die dokter of verloren? De eerste keer had ik verloren. Toen moest ik opnieuw. Ja, met een beetje geluk win ik deze in één keer. Nice. Mag ook een keer. Oh, hij heeft zo'n anti-air en ik heb één anti-air en dan richt hij natuurlijk precies op. Ja. Dat is een beetje het rare van de game, hè? Ja. Oh, hij doet... Hij doet... Wat? Ja, hij doet. Hij doet. Bijna one-hit KO'd één bot van mij. Ja, door alle parts in één keer te vernietigen. Bijna. Ik heb alleen nog een paar HP op mijn hoofd over. Alleen op je hoofd? Ja. Oké. Come on. Waarom doe je dat nou zo weinig? Nou, hopelijk kan ik net daarmee de laatste middelbot van kapot maken. Want zoveel is er niet meer over. Shit. En dat is natuurlijk net het wapen wat ik heb gekozen om aan te vallen. Ja, dat is ook altijd leuk. Nou, hopelijk kan ik net zijn kop ervan afhalen. En dan ben ik klaar. Nou, hij heeft nog maar 1 AP over. Dus de truc was, hij moet hem raken. Time's up. Gewonnen. Jee, gewonnen. Gewonnen. Ja, ik wil graag je assistent zijn. Oh. Wat flauw weer. Ik wil er wel eens assistent zijn, maar dat mag ik niet. Dat is very sad. Het is heel sad. Het is net van, wil je Team Rocket joinen? En dan zeg je ja en dan mag ik niet. Mhm. Oké. Zo, nou. Klaar. En dan is nu de vraag, waar de... ik wil zeggen, waar de fuck moeten we nu naartoe? En ik krijg meteen Erika voor mijn neus. Dat geeft je vast wel een indicatie. Oké, we gaan toch naar huis. Oké, jongens. De ballen. Verdomme Erika, ik wil naar huis. Ik vind het hier niet meer leuk. We zijn al lang genoeg geweest. Nee. Heb jij gezien wat wij de afgelopen 3 uur hebben gedaan? Echt hoor. Ze doet net alsof ze dat niet gezien heeft. Ja. Ik snap het wel hoor, daar niet van. Even kijken, waar de fuck moeten we naartoe? Nee, weet je wat? Oh, hey, full body repair. Full body repair? Heb je dat gekregen of kwam je dat... Nee, iemand deed dat. Oh, het heeft niet echt geholpen. Ik weet niet... Dat stond er wel. Ja. Alleen, er is niet veel gebeurd. Yay, de achtbaan. Yay. Dat is je favoriete stukje. Nou, dan vind ik die van Mombasa City leuker. daar zit meer dingen in. Hier zit niet eens een loop-de-loop in. Dat klopt, ja. Ik wil mijn loop-de-loop. Chupa-chup? Nee, loopa-loop. Ah.
Chupa Chup is weer iets anders. Dat is een lolly, kaboom. Zo. Oh, een camera. Hartstikke mooi. Ja, hier is ook weer niks. Oké. Nou. Meen die? Kan die Rubber Robo Gang niet gewoon andere dingen doen met hun tijd? Nee. Weet je wat leuk is? Ik moet nu nog tegen één bot, maar volgens mij kan ik die bot niet raken, omdat hij over al mijn kogels heen springt. Super handig weer. Nou, laten we maar weer de Rubber Robo gaan zoeken. Is hij wel voor rubber? Nee, hij is gemaakt van plastic. Dat is het hele probleem. Is het niet heel milieubewust van die Rubber Robo? Nou ja, aan de ene kant wel. Het is plastic, kan gerecycled worden. Nou, hier is ook weer niks. Ik denk van, oh, misschien moet ik die Rubber Robo achterna. Nee. Nou, nog iets anders. Metaphors is gathered. Zo. Oh ja, dat vind ik ook zo leuk. Dat mensen je inhalen terwijl je in de rij staat. Ja. Yeah. Nou, dan ben je echt heel dichtbij waar ik ben. Want ik ben in dat huis, zeg maar. Wat heb je dan de afgelopen anderhalf uur gedaan? In het huis zitten klooien. Ja. Dan ben ik nu al bang voor het huis. Wow, metal, de Kabuto Metal Mastered the Metaphors Damage Ball. Oeh, hij evolueert met metal. Hij is level 30. Nice. Nou, hij evolueert al snel, hè? Want van mij bij 10 was het al. Ja, nu nog een keer. Zo. Eigenlijk zou die gewoon automatisch moeten saven na elke battle die je hebt gewonnen. Eigenlijk wel, ja. Want het is gewoon dezelfde gast die ik nog een keer moet. Wauw. Oh nee, hij heeft wel één bot meer. Deze game is en blijft gewoon een aaneenloping van teleurstellingen, hè? Yep. Het lijkt net alsof ze het erom doen, zeg maar. Ja, dat doen ze ook. Voor de mensen die zich afvragen, maar Milan... Waarom spelen we deze game? Ja, goede vraag. Nou, dat ook, maar dat wou ik niet zeggen. waarom heb je hem nou gereset? Nou, hij heeft een anti-air, dus ik ga gewoon mijn anti-air inzetten... Mm-hmm. Omdat ik dan veel damage doe op zijn anti-air. Klinkt logisch. Ja, toch? Kut. Oh, ik wist niet eens dat dat kon. Als je op start drukt, dan bouwt hij zelf de metabol die het beste past bij je metal. Oké. Laat ik maar wel weer zeven, want je weet hoe dat gaat. Ja. Wacht even, was jij niet dat ding net aan het doen met dat spammen? Ja. Milan, wat heb je de laatste anderhalf uur gedaan? Ja, de spammen en daarna allemaal battles. Oké, want ik ben letterlijk nu dat aan het doen. Mm-hmm. Ik zei toch dat je hem aan het bijhalen was? Ja, maar ik dacht van, oh, ik moet inderdaad nog wel een stukje, maar... Nou, ik ben ook een hele tijd een beetje verdwaald geweest, hoor, moet ik zeggen. Niet vandaag, maar een aantal, één of twee sessies geleden. Ben je verdwaald in de levensloop? Van waar je naartoe wil met je leven?
Als ik dit aan het spelen ben, komt dat ook zeker een keer van ter sprake. Ja. Oké, okay, dan weten we dus dat we eigenlijk deze game gewoon niet moeten spelen. Want ja, wel raak ik verdwaald. Zowel, typisch dat hij die kan aanvallen dan. Hè? Oh, dit spel echt. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou mensen, volgende aflevering beginnen we met een nieuwe serie. Daarin doen we Metabots voor de GameCube. Oh nice, I want it KO'd me. Ik ga gewoon meteen resetten, want dit is zo'n bullshit. Nou, dat gebeurt er dus waardoor ik zoveel tijd ben verloren. Blijkbaar, ja. Nou ja, dan wordt het zometeen weer spannend. Dan zie ik zo van, hey Milan, jij hier? Ja. En zeg ik van, ja, ik ben hier. Dat is mooi. Miauw, 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 miauw. Da, la, di, da. Ik heb alleen niet echt het gevoel dat het echt spammen, hard spammen of veel spammen veel uitmaakt, eerlijk gezegd. Nou, dat vroeg ik mij dus ook af, maar ik dacht van ja, misschien ben ik ook gewoon heel goed. Dat kan ook. Kan natuurlijk ook. Nou, gaan we kijken of die meteen weer dezelfde target, want anders is het vooropgezet spel. Ja, heeft hij een hateboner aan Jan? Ja hoor, met de ja bot. Hoor. Meteen weer. Ja, het probleem is als hij mij daarmee raakt, dat ik meteen 3 parts kwijt ben. En als mijn hoofd daarbij zit, dan ja, heb ik meteen een bot minder. Ja, nu weet je hoe ik voelde. Oh ja, en mijn hoofd zit erbij. Nu weet je hoe ik destijds voelde in die god met die andere schedel. Okay. I do be having an idee. Als het werkt, ja. Metabots. Wauw, wat een attractie. Van ja, ben je tevreden? Ja, oké, okay, dan gaan we door naar de volgende vloer. Precies. Nou, nu is het tijd om tegen een rubber robot te vechten. En aan de ene kant heb ik nu wel medelijden met jou hoeveel moeite je met sommige dingen had. Want ik ben nu net verkleed als Knight. Oh, dan ben je echt gewoon 1 battle achter me. Alleen ik kreeg ook tussendoor battles net. Ja, oké. Okay. Ik ben gewoon mijn rubber robot battles aan het verspillen, eerlijk gezegd. Mm. Niet ik ben dat, nu bij die tweede fight, zeg maar. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar ja. Zo. Nou. Ja, misschien moet ik zo meteen weer anti-air ding erop stoppen of ik laat hem. Ik denk eerlijk gezegd dat ik hem gewoon laat, want anti-air heeft over het algemeen toch niet zo heel veel crap. Nee, alleen met anti-air kan je die bovenste wel heel makkelijk killen. Ja, klopt. Klopt. Maar ja, het is echt vooropgezet spel dit. Het is echt niet oké. Oh, maar dat wisten we toch al lang. Mm-hmm. Want even voor het idee, hè. Even voor de lieve kijkers die deze serie op wonderbaarlijke manier nog steeds aan het kijken zijn. Ja. De eerste Rubber Robo gebruikt een anti-air die wij kunnen kopen in de eerste winkel. Yep. Ik heb ook even gekeken. Je hebt 30 pagina's aan metaparts. Mm-hmm. Nou, met 4 metaparts per pagina. Dus je hebt 120 parts. Voor mijn gevoel zetten wij op het kwart van de game. Ja. Denk ik. Ik wil niet zeggen dat dit al meer, dat dit ook 50% is van de game. Ik weet niet, maar zo voelde het. Want ik voel nog steeds niet van, oké, is hier een major threat? Want zelfs Rubber Robo voelt gewoon aan als een Team Rocket, eerlijk gezegd. Ja. Maar dat ze nog steeds gewoon dingen gebruiken van de eerste, nou ja, hoe zou ik zeggen, ja, eerste het gebied. Het is net alsof ze nog steeds Caterpies gebruiken, zeg maar. Ja. Want zo voelt dit. En ik zit echt soms met oog hierna te kijken van, wat gebeurt moet hier? Ik dit nog serieus nemen? Ja. Wat moet ik hiermee? Want ik wil best nog doorhalen tot het einde, geen probleem. Maar
Ik wil toch wel eens een keer weten van, oké, hoe level ik mijn damage omhoog? Hoe doe ik die dingen? Hoe doe ik dat? Yep. En niet, eerlijk gezegd, deze onzin waarin ik afvraag van, ja jongens, komt er nog wat van? Want je mag gerust weten, ik snap echt niet waarom ze nou nog steeds dingen medabots uit het eerste gebied gebruiken. Dat snap ik ook niet. Ik snap ook niet waarom nu mijn onderste medabot één frame in het uur loopt, zeg maar. Dat weet ik niet. Misschien is het terrein verkeerd. Nee, want ik heb niks veranderd aan zijn benen in vergelijking met de vorige battle. Alleen maar aan zijn armen. Dat is inderdaad frappant. Nou, eerste rubber robot klaar. Maar oh, kijk, eindelijk weer iets waar ik wat aan heb. Nou, 7 en dan gaan we door naar de volgende. Want ik heb ook tegen gezegd dat ik een beetje heb gegrind voor parts, maar... Ja. Voor mijn gevoel maakt dat geen klote uit. Nee. Niet benoemenswaardig. Nee. Want die metaphors... Heb je de nieuwe al gebruikt of nog niet? Nee, nog niet. Maar daarvan wil ik ook niet zeggen dat dat super is. Nou, dan denk ik dat ik gewoon bij mijn eerste metaphors blijf, want ik denk dat die gewoon sterk is. Mm. Denk ik ook, want bij mij is het ook van, ik heb er eentje die veel damage kan doen op alle parts van één metabot, of eentje mm-hmm. die heel veel damage kan doen op één part op alle drie de metabots. Ja. Maar ja, als ik dat doe, hoef ik voor de rest van de tijd niks meer te doen met Rokusho, want dan is Rokusho gewoon kwijt. Daar want, heb je dan ook niks aan. Dus ja. En dat is ook precies wat ik bedoel van. We zitten, voor mijn gevoel, hebben wij nu dingen gehad die ons gewoon kunnen one-shotten. Mm-hmm. En dan komt er een Rubber Robo aan die letterlijk nog maar een 8 damage doet. Ja, dat, maar dat is die anti-air. Maar als jij dus een anti-air hebt, wat ik dus heb, ja. dan one-hit Coyote die daarmee, zeg maar. Mm-hmm. Nou, maar even rustig doorgaan. Ik heb dus niks aan die onderste bot gehad. Want hij heeft, we zijn nu op 20 seconden en hij is nu halverwege. Mm. Want is dit welke nummer van de Rubber Robo is dit voor jou? De tweede? 2, ja. En wat heeft hij dan? Ja, hij heeft die anti-air, die alles one-hit coyote van mij. Ah ja, want jij ook alles anti-air hebt. Aha. Want in tegenstelling tot de Rubber Robo's van de god destijds, stelt deze Rubber Robo's weer niks voor. Mm-hmm. Maar ja, ik heb ook een volledige Rokusho en een volledige... Ja, bed wil ik niet zeggen, maar wel iets wat aardig damage kan doen. Ja. Nou. Doe je nog wat? Nee, full body op. Oké. Okay. Ontwijk maar weer. Nou. Als ik kan focussen op die kop van hem, dan is hij ook weer neer. Kan ik beginnen aan Rubber Robo nummer 3. Want dit lijkt me echt zo'n plek waarin je 8 à 10 Rubber Robo's achter elkaar moet vechten. Ja, waarschijnlijk. Zo van... Ja, moeten we deze mensen nog serieus nemen of kunnen we ze gewoon laten gaan? Want zo voelt dit ondertussen wel. Ja, dit voelt gewoon langzaam zeker aan als pesten. Kom, hij gebruikt dingen uit het eerste gebied. Dat is dat gewoon klopt. Pesten. Als ze nou bij wijze van spreken wat betere dingen hadden gegeven, ja, had ik gezegd van oké, prima, er is progressie. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Nee, want zelfs de wilde dingen hebben alles al. Dus, nou... Nou oké, okay. Daar zie ik iets nieuws, maar dat hoef ik niet. Dus later. Weer dezelfde, Jezus. Ze hebben niet zo heel veel zin om dingen aan te passen. Gewoon iedere keer dezelfde Rubber Robo. Dus gewoon goed opletten met wat je hebt en dan...
Stel de tekst echt niks voor. Zullen wij deze part beëindigen? Ja, is prima. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.